Hartelijk welkom op dit orgelconcert vanuit de stad Klundert. Een voormalige kerk waarin zich twee heel verschillende orgels bevinden. Op de galerij het Marcus orgel, wat eigenlijk van origine voor deze kerk bedoeld is, maar door de pastoor niet geaccepteerd werd en dus tijdelijk een leven in Moerdijk geleefd heeft. En het Vermeulen orgel, wat deels digitale registers van de firma Mixtuur bevat, waardoor je eigenlijk in deze ruimte een grote band beter aan repertoire ten gehore kunt brengen. Wij hebben vanmiddag een programma wat een beetje op twee gedachten hinkt. Allereerst een aantal zeer aangename en vrolijke en ook romantische stukken. Misschien alvast een duwtje richting Valentijnsdag morgen. En aan de andere kant een duidelijke link van Bert naar de Monsieur. En ik hoop natuurlijk een aantal van mijn favoriete 20e eeuwse componisten te spelen. Jan Bonnefaas, Pepping en Michielsen. Maar allereerst Händel, de hoornpijp op twee orgels door Bert en Anna, die ik hierbij ook hartelijk welkom heet in deze prachtige ruimte. We hebben al heel wat jaren contact. We zijn ons leven samen begonnen, Bert en ik, op het conservatorium. Waar Ben van Oosten manhaftige pogingen deed om ons een beetje op het rechte spoor te krijgen. Nou, ik denk dat u vanmiddag wel zult horen dat het aardig gelukt is. Zij beginnen dus, Bert en Anna, met de hoornpijp van Händel. En ik wens u een heel fijn concert vanuit de stad Klundert.
Na dit vrolijke intro ga ik verder met twee stukken die vallen onder de noemer neobarok. Dat is een beetje een soort scheldnaam geweest. Er werd mee bedoeld van orgels die wel barok op papier lijken, maar niet echt zo klinken. Maar ze zijn eigenlijk ook niet zo bedoeld. Ze zijn niet bedoeld om als imitatie van oude instrumenten te functioneren. Het is eigenlijk een op zichzelf staand type. En er waren ook componisten, vooral uit Duitsland, die daar muziek voor schreven. Ik wil twee van die componisten voor het voetlicht halen. Allereerst Ernst Pepping. Hij schreef in 1943 drie fuga's over BACH. U weet wel, die vier tonen die op Bach's naam geplakt kunnen worden. Vanuit die vier tonen bouwt hij dan een heel mooi thema op. Na die vier tonen die BACH vormen, heeft hij drie korte zinnetjes. Dat is eigenlijk zijn fuga-thema. Nu valt die fuga uiteen in twee delen. Het eerste deel bevat vier van die inzetten in vier verschillende stemmen. En daarnaast heeft hij allerlei muzikale grapjes ingebouwd. Waardoor je de vorm eigenlijk constant als verrassing blijft ervaren. Het tweede deel, dat lijkt qua thematiek heel erg op het eerste deel, maar het gaat wat sneller. En dat klinkt zo. Je merkt, het lijkt op het thema, maar het gaat waar het eerste thema omhoog gaat, naar beneden en omgekeerd. Spiegeling. Dat heeft Pepping dus eigenlijk als tweede deel als thema genomen. En het eindigt met een soort heel romantisch, groots, spectaculair slot. Daarna hoop ik nog een kort werkje van Hans-Friedrich Michielsen te spelen. Een passacaglia. Bij een passacaglia zit het thema constant in de bas. En daarboven ontwikkelen zich dan een aantal variaties. Heel geschikt om vooral de mooie fluiten van die Marcussen even te laten horen. Dus allereerst de eerste fuga over BACH van Ernst Pepping. Daarna Hans-Friedrich Michielsen, passacaglia. Thank you.
Dankjewel Gerben voor de uitnodiging voor ons om te komen spelen op deze prachtige plek.
Wij vervolgen het programma met een heel bekend stuk, denk ik, van Antonio Vivaldi. Dat is uit een collectie die is getiteld door hem De krachtmeting van harmonie en inventie. En wij kennen het allemaal als de vier jaargetijden, want deze vier concerten heeft Vivaldi geschreven als een soort uitbeelding van de vier jaargetijden in de natuur. En vandaag zijn wij natuurlijk op de eerste dag van de lente, want het is de koudste nacht geweest en vanaf nu wordt het alleen maar warmer en mooier. Heel erg bekende muziek, heerlijk vrolijk, geschreven voor klein orkest en solo viool. De solo viool passages, die dus helemaal zonder orkest zijn, worden gespeeld door Anna op het andere orgel. En ik speel zeg maar de tutti gedeelte zoals dat heet, dus echt de orkestgedeelte. Deze verzameling concerti gaan eigenlijk de geschiedenis in als een van de eerste muziek die helemaal programmatisch is. Of nou niet helemaal, maar er zijn wat programmatische elementen in aan te wijzen. En wat betekent dat programmatisch? Dat het soms echt iets uitbeeldt. Voornamelijk in het tweede deel in dit concerto hoort u dat ik met mijn pedaal speel ik een aantal korte noten. En dat beeldt het blaffen van een hond uit. Het is erg leuk als je dat weet en dat je dat erin terug kunt horen. Ik wens u veel luisterplezier bij deze vrolijke lentemuziek.
Thank you.
Na deze lente van Vivaldi, waarvan ik eigenlijk wel hoop dat die gauw komt, want die kou buiten, dat is voor een gemiddelde organist eigenlijk maar niks, gaan we naar het nu nog koude Nederland, maar met warmbloedige romantische muziek van Jan Bonnevaas. Hij schreef 4 koralen in Franse trant en ik denk dat het 4e koraal misschien wel de mooiste is. Allereerst vanwege de meditatieve stemming die het begin en het einde en het grootste deel van het stuk ook bepalen. Allereerst omdat hij de vorm eigenlijk heel creatief heeft benaderd. Want als het stuk begint, dan hoor je een thema waarvan je eigenlijk al denkt, oh, dat is zeker het koraal. Nee, dat is het niet. Het is een soort intro die later tussen het koraal eigenlijk als variatie geplakt wordt. Het echte koraal klinkt natuurlijk op de vaste celest, heel poëtisch. En die twee elementen werkt hij dan eigenlijk op een hele fantasievolle manier uit. Het idioom is natuurlijk een beetje Frans getint, maar je hoort ook wat elementen van Karg Edert, wat chromatiek à la Reger, eigenlijk de grote inspiratiebronnen van Bonnevaas. Het 4e koraal van Jan Bonnevaas op het Vermeulenorgel.
naar deze prachtige, verstilde klanken in de Hollandse romantiek, die spreekt met een beetje een Frans accent, gaan we nu twee schitterende werken horen uit de Engelse romantiek. Twee melodieuze werken van Edward Elgar, Chanson de matin, middaggezang, en Chanson de nuit, nachtgezang. Dit orgel leent zich prachtig voor sfeervolle, romantische klanken. Daarna zal ik twee werken van Desmarchieux spelen, die ik nog apart zal aankondigen. En we zullen afsluiten, Gerben en ik, op het hoofdorgel met de trumpet tune van Purcell, die Desmarchieux zo bijzonder speelde altijd. Maar eerst Engelse romantiek met Edward Elgar en Anna Karpenko.
van Jeanne Desmarcheux zal ik twee stukken gaan spelen. Jeanne Desmarcheux is vandaag precies 100 jaar geleden geboren. Helaas is ze niet oud geworden, maar 47 jaar. Zij is de sterrenleerling geweest van Marcel Dupré. En een van de grootste virtuozen van de 20e eeuw op orgel. Zij heeft ook een aantal orgelwerken geschreven. Dit is een van haar moeilijkste orgelwerken, althans, wat betreft het begrijpen ervan. Het zijn twee delen uit de 7 meditaties over de Heilige Geest. En de twee delen die ik zal gaan spelen, dat is het vierde deel Dogme, ofwel Dogma. En dat heeft een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel als onderwerp, namelijk zij die geloven zijn, zullen behouden worden, maar zij die niet geloven, zullen veroordeeld worden. En die veroordeling die zit heel duidelijk in dit deel, maar ook wel de onderwerping aan de veroordeling. Dat symboliseert zij in twee thema's. En namelijk één stijgend, heel erg autoritair thema. Ik zal dat even spelen, dat wordt in het pedaal gespeeld. En daartegenaan komen heel schrijnende akkoorden. Heel apart is dat zij ook gewoon het mineurakkoord en het majeurakkoord tegelijkertijd laat horen. Dus ja, het geloven en niet geloven tegelijk. Zo zou je dat misschien kunnen uitleggen. En het tweede thema is veel introverter en de onderwerping, zo zou je dat kunnen zeggen. En dat gaat als volgt. Dus echt een dalend thema. Dit deel, het vierde deel, bestaat uit zichzelf uit 3 delen. Het eerste heel autoritair volle werk, presentatie van de beide thema's. Het tweede deel is veel ingetogener, heeft ook weer die 2 thema's, kun je daarin horen. Je zou kunnen zeggen het eerste deel symboliseert God de Vader, het tweede deel de tederheid van de Zoon. En het derde deel, dat is een echte Franse toccata met veel snelle noten. En ook weer die 2 thema's heel duidelijk daarin. En dan zou je zeggen, dat is echt de inspiratie van de geest. Het eindigt in een minuurakkoord, dus dat is niet erg positief gestemd. En daarom speel ik ook het vijfde deel erna, en dat heet Consolateur, ofwel de trooster. En daar staat boven, u de perfecte trooster. En dat is natuurlijk de Heilige Geest. En het interessante daarvan is dat zij als thema gebruikt een stijgende melodie, dus dezelfde melodie als die ze als tweede thema in het vierde deel had, maar dan niet dalend, maar stijgend, zodat er toch nog hoop is. En dit deel eindigt dan heel vrij met een heel zacht majeur akkoord. Nou, daarna spelen Gerben en ik een heel vrolijk stuk, namelijk de trumpet tune van Purcell. Ik denk dat Jeanne Desmarcheux voornamelijk beroemd is geworden door haar interpretaties van bekende orgelwerken. Zij kende trouwens 2500 orgelwerken uit haar hoofd. Ze speelde alles zonder partituur. Dat ga ik vandaag niet doen. En die trumpet tune speelt zij op een heel aparte manier. En Gerben is ook groot fan van Jeanne Desmarcheux. En ik vind het leuk om samen met mijn vriend Gerben dit werk in een soort afwisseling voor 2 orgels als laatste positieve noot aan dit programma toe te voegen.